een van de weinigen. Nummertje 124. Die gaat ook nog aardig door. Ralf Wolczek. Zo. Komt u even langs. Kamil Weijers geeft even een deukje. Ik roep het maar even. Maar ik denk dat Tom Kostelijk wel klaar is. Die is uitgerookt. Maar de paus gaat ook weer in de ronde. Rob Verzane heeft het toch weer in de praat gekregen. En maakt zijn rondjes sneller en sneller. Ja, Emiel is klaar. Emiel staat er heel zielig bij. En Joey Souverijn. Joey Souverijn heeft het toch ook weer in de praat gekregen. Is ook weer in de ronde. En Michel jongens, met een rommeltje. En die paus is niet meer te stoppen, man. Die knalde eroverheen. Dat is een goede woordkeuze. Maar nummer 29, Leo Smits. Hij rijdt er, hoor. Hij gaat goed, hoor. Oud-winnaar. Nummer 35, Joost Soeverein. Die zet hem maar eens achteruit. We komen op de zaal weer uit. Oh, zou hij me een kusje geven? Nee. Rob rijdt ook weer door. Nummer 3, Rob Kwantus, buitenkantje. Missen we nog wat, gij of niet? Het is niet voor te kijken. Nummer 33, daar komt hij binnen. Arnold Stapper. Ho. Net een tikkie. De gele vlaggen die branden weer. Zijn er toch de helft uitgevallen, denk ik, gij? Ik ben bang dat ze voor de derde ronde het niet allemaal meer gaan redden. Maar ik zie toch ook die Joey, die het voor het eerst meedoet, fantastisch rijden. En die paus het verbaast me erom verzanen, hoe hij het voor elkaar krijgt. En Arnold Stapper gaat toch ook heel erg lekker, hoor. Die gaat er lekker overheen. En dat is mooi om te zien. Leon, ik weet niet of Leon nog... Ja, Leon is ook nog steeds. Geruisloos komt hij langs. Met die oude auto van zijn schoonvader lijkt het wel zo. Arnold Stapper, ja, wat denk je? Arnold, die gaat er flink overheen. En maakt zijn rondjes. Ja, Michel Ratelband is ook wel bijna klaar, hoor.